Vaart, goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Er is het programma waarbij we dus de informatie verschaffen en de updates geven met betrekking tot de coronapandemie die momenteel raast en tiert over de hele wereld en die Suriname nu dik in haar greep heeft. Kijken we naar de COVID-website, dan zien we dat de laatste informatie als volgt is. Het aantal positief geteste gevallen, dat staat nu op 1607. Genezen verklaard, dat zijn 1003 mensen, wat inhoudt dat we 604 actieve cases hebben. De ICU is heel erg druk, de intensive care unit. Daar worden 11 mensen verpleegd. En jammer genoeg gisteren nog 2 mensen die het leven hebben gelaten. Het totaal aantal mensen dat is overleden als gevolg van COVID staat nu op 26. En weet dat we in dit programma altijd een gast hebben waarmee we de zaak bespreken. En onze gast vandaag, dat is een bekende, dat is dokter Ruben Del Prado. Ruben, hallo, het programma is begonnen. Ik zie dat je druk bezig bent op je telefoon. Ja, ik ben bezig iets te zoeken op, het Facebook, op de Facebookpagina van Rabbi Moroi. Daar ga ik het zo meteen even over hebben. Oké, goed. Welkom trouwens in ons programma. We gaan praten over COVID, maar heel kort wil ik iets kort sluiten met jou. Er was een bepaalde issue over een programma dat jij zou doen, wat tenslotte niet doorgegaan is omdat de opdracht was. Kun je daar heel kort iets over zeggen? Ik heb vanmorgen gelezen in Star News, en dat zegt het eigenlijk allemaal, dat het uitgesproken is met de persoon wiens naam het meest genoemd wordt naast mijn naam. Dat is Alvin Roosveld. Dat is een jongeman die net begonnen is met een nieuwe job te doen. En we hebben het uitgesproken als volwassenen. En als er interne issues zijn over de line of command, en dan moeten zij dat maar uitzoeken. Dat is niet mijn taak. Mijn taak is wat we nu gaan doen. Oké. Laat me hiermee beginnen. Ongeveer 2,5 maanden terug, 3 maanden terug, had ik jou als gast hier al. Toen waren we aan het begin zeg maar, van die pandemie in Suriname. Toen stonden we op iets van tussen de 20 en 30 positief geteste gevallen. En toen maakte jij de opmerking, we moeten niet schrikken als we straks 100 of 150 positieve gevallen hebben. Ruben, we zitten nu op 1600. En toen jij dat zei van 100 en 150, dacht ik, waarover praat deze man nou? En nu zitten we op 1600. Wat zegt dat? Het zegt dat dit virus geen plaats kent en geen mens kent. Dit virus kent gedrag. En precies het gedrag van mensen dat dit virus de kans geeft om mensen te besmetten. Het is dus meer dan ooit belangrijk dat wij ons niet zo af en toe, maar constant realiseren dat we ons zo veilig mogelijk moeten opstellen. Er is gesproken bij het aantreden van deze nieuwe regering dat er veel meer aandacht besteed zou worden aan gedragsverandering. Mensen die dat zeggen, die beseffen vaak niet hoe ingewikkeld dat proces is en hoe moeilijk dat proces is van gedragsverandering. Dat is mijn achtergrond, hè. Ik ben arts, ik heb een master in public health in gezondheidszorgplanning en gedragswetenschappen. Dat is wel wetenschap, dan kan ik zomaar met een poster en een dingetje en vertellen van meneer, u moet uw gedrag veranderen, mevrouw gedrag veranderen. De omstandigheden moeten zo dusdanig zijn dat die mensen hun gedrag inderdaad kunnen aanpassen. Wat ik de afgelopen maanden gezien heb, is dat er zoveel situaties zijn waarbij het niet mogelijk is. Een paar situaties die met COVID niks te maken hebben. Mensen die in een rij moeten staan om hun stroomrekening, hun waterrekening, hun kaart voor hun mobiel moeten kopen, in een rij moeten staan. In een rij moeten staan om iets te ontvangen van sociale bijstand. In deze moderne tijd moeten dat soort rijen eigenlijk niet meer bestaan. Dus al voor COVID, want to San Nobin City. Weet je hoe ingewikkeld het is? Meneer Franji, luister hoor. Weet je hoe ingewikkeld het is om in dit land een bankrekening te openen? Dan zeggen ze, ja, giraal verkeer. Weet je hoe makkelijk het zou zijn? Hé, tel eens hier, blablabla. SWM, blablabla. EBS, blablabla. Hé, jongen, je belt te goed, kaba. Tip. Belt te goed. Is in jouw telefoon. Je hoeft naar geen enkele winkel, naar geen enkel telesuur te gaan. Je vult het nummer in. Je linkt het aan je giro-rekening.
die geopend is en het geld, die 50 SRD of die 200 SRD, wordt van je rekening gehaald. En de enige rij waarin je hoeft te staan is dit. Dat zijn situaties waar gedragsverandering niet gaat werken. Als je licht, water, telefoon wil hebben, dan moet je in die rij gaan staan. Wanneer je geld moet gaan ontvangen voor je, van je pensioen, dan moet je naar de bank gaan. Dus dat ding wat mensen zeggen, gedragsverandering, betekent ook infrastructuurverandering. Als dat niet klopt. Dus ik beschuldig, sommige mensen wel, sommige mensen zeggen gewoon werkelijk trenga ide. Mm-hmm. Ik ben bezig. En binnenkort ga ik het samen doen met een geweldige collega, Ferry Oosburg. De dochter van professor Baltus Oosburg. Daar, wij gaan samen werken aan protocollen voor grote bedrijven. En ook kleine bedrijven. Om te proberen die bedrijven zo veilig mogelijk te maken. Voor COVID-19. Mensen ze kunnen zeggen COVID-vrij. Je wordt nooit COVID-vrij. Veiliger te maken. Ik ben gisteren gebeld door de human resources manager van een groot bedrijf, dat daar de vierde persoon positief is getest. Ik heb de afgelopen 2 weken bijna elke dag contact met dat bedrijf. En toch zijn 4 mensen besmet. Hoogstwaarschijnlijk 1 buiten. Buiten in het sociale leven. Gaat aan het werk, zit vrij dicht bij een andere. Mondneusbedekking is soms lastig. Dus de bank moet een methode hebben, of het bedrijf moet een methode hebben om die mensen om de zoveel tijd even naar buiten te laten gaan, dat je het af kan zetten. Want dat is belangrijk. In de open lucht, wanneer je niemand om je heen hebt, kan je het afzetten. Verse lucht, frisse lucht. Ik zie mensen in de auto zitten met die mondneusbedekking. Ik zie mensen lopen alleen. Nee, afzetten. Dit houdt de druppeltjes van je neus en je mond binnen, zodat het niet bij iemand anders kan komen. Even Ruben, want die mondneusbedekking, dat gaan we apart bespreken zo meteen in het gesprek. Ik wil even terugkomen op de cijfers. De laatste cijfers waren dat in de afgelopen 24 uur 97 mensen positief getest zijn. Dat is een absoluut record. En wat ook heel duidelijk is, is dat van die 97, 61 in Paramaribo en Wanica positief getest zijn, terwijl er eerder sprake was van de haarden die liggen in het oosten en die liggen in het zuiden. En nu zullen we dat 61 van de bijna 100 van Paramaribo en Wanica zijn. Dat lijkt mij toch vrij zorgwekkend, hè? Ik denk aan de woorden van een andere, hele goede, pintere collega van me, dokter Ingrid Krishnadat. Ze is hoofd van de discipline publieke gezondheidszorg van de faculteit medische wetenschappen. En ze is nu adviseur bij de afdeling epidemiologie van het BOG. Zodra mensen haar vragen van waar is het, dan kijkt ze je aan en ze zegt, het is niet zo belangrijk, het is overal. Het virus gaat waar jij gaat. Natuurlijk is het zo dat wanneer de grenzen open zijn en mensen binnenkomen waarvan je niet weet waar ze vandaan komen, wat hun gezondheidstoestand is, dan is het wat die oude mensen zeggen, is dweilen met de kraan open. Je dweilt, maar die kraan is open. Dus die grenzen moeten zeer goed bewaakt worden. Wat heel moeilijk precies, is. Precies, maar aan de andere kant, ik wil weten waar die mensen zijn. En dokter Krishna, dat antwoord je heel duidelijk. Het is niet belangrijk. Jij moet ervoor zorgen dat waar jij gaat, jezelf beschermt hiermee om anderen te beschermen. En je moet niet in de buurt gaan van mensen die het niet hebben. Ik heb Matties. Ik zeg, draag je mondneusbedekking, anders kom ik niet dichterbij. Alle beide mensen. Dus opnieuw weer dat ding van die gedragsverandering. Je moet je aanpassen. Mm-hmm. Weten waar het gebeurt is niet belangrijk. Want als je weet dat het daar is, dan ga je naar daar. Maar inosabi, je weet niet wat er daar gebeurt. Want het kan 5 dagen. 7 dagen, 10 dagen, 2 weken, 14 dagen duren voordat er ziekteverschijnselen komen. Dus je kan ergens gaan waar je denkt dat je veilig bent. Die persoon draagt geen mondneusbedekking en is transmissie en jij wordt besmet. Dus weten waar het is, dit is met HIV toen, is niet zo belangrijk. Het is
overal. En iemand die het virus met zich meedraagt, maar geen symptomen heeft, die kan wel anderen besmetten. Dit is een beetje ingewikkeld en we zijn er eigenlijk pas de afgelopen 2 maanden wetenschappelijk achtergekomen dat al heb je geen ziekteverschijnselen, dat je inderdaad het virus toch kan overdragen. En meestal is dat 2 dagen voordat je verschijnselen krijgt. Bij griep, je weet zelf, als je collega, die cameraman, griep heeft en je komt 's avonds thuis, dan kan je al griepverschijnselen hebben. Zelfde dag. Dus volgende dag, bijna altijd zeker. Kinderen, een kind is op school, heeft griep. 's Avonds heeft dat kindje griep, die andere. Dat heet incubatietijd. De tijd tussen besmetting en het naar buiten komen van de ziekteverschijnselen. Bij dit ding kan het, net wat ik je zeg, 10 dagen duren. Dus je weet niet wie besmet zijn. Je weet het zelf ook niet. En je kan dus anderen besmetten. Er is een groep van mensen dat nooit ziekteverschijnselen krijgt. Die mensen heten werkelijk asymptomatisch. Maar asymptomatisch betekent wel, geen symptomen. Maar kunnen die wel het virus overdragen? De mensen die nooit ziek worden, dat is het onderzoek net uitgewezen, de mensen die nooit ziek zullen worden, hebben veel minder kans om het virus te verspreiden. Okay. Het zijn de pre-symptomatische, allerlei moeilijke woorden, het zijn de pre-symptomatische mensen, de mensen die uiteindelijk wel ziekteverschijnselen kunnen krijgen, die 2, 3 dagen voor ze ziek worden beginnen ze verschijnselen te hebben. Maar allebei, zowel asymptomatisch als pre-symptomatisch, hebben geen ziekteverschijnselen. Mm-hmm. Dus nog eens zoeken. Er is geen enkele manier om te bewijzen dat iemand niet besmet is zonder de test. Oké. Okay. En nu gaan we naar dit, mond-neusbedekking. Daar wordt zoveel over gezegd, niet alleen maar in Suriname, maar wereldwijd ook. Ten eerste, is het nodig? Ten tweede, hoe gebruik je hem? Ten derde, waar gebruik je hem? En natuurlijk hebben we niet 2 uren lang, maar kun je het kort vertellen, het belang van het gebruik van een mond-neusbescherming en wat de juiste manier is? Okay. Misschien ter overdaad, maar ik denk dat het toch moet. Ik wil een heel speciaal programma. En ik ga het vragen aan de programmadienst. Ik ga het vragen aan mijn vriendin Carla Boetjes. Om een speciaal programma te hebben. Dat gaat over de misvattingen. Dat gaat over de nonsens. En dat vooral gaat over de gevaarlijke aanbevelingen. Ik noem ze YouTube-wetenschappers. Die jugu-jugu op Facebook. Het is niet echt, het is gevaarlijk. Mond-neusbedekking is slecht voor je, want je ademt je eigen bacteriën in en je krijgt geen zuurstof, alleen maar koolzuur. Mattie, ik heb collega's over de hele wereld die zijn chirurgen. Dat zijn intensive care verpleegkundigen. Dat zijn gezondheidswerkers die soms 5, 6, 10 uur hun mond-neusbedekking op hebben. Als deel van hun beroep, om de patiënten voornamelijk te beschermen. Dus die theorie van, het is gevaarlijk. Dan heb je een andere groep die praat over mensenrechten. Ik heb video's gezien, misschien heb je ze ook gezien, van mensen die tekeer gaan in winkels, dingen ondersteboven gooien. It's my right. Het is jouw recht om inderdaad de vrijheid te hebben van meningsuiting. Maar als jij dat ding niet draagt, breng je anderen in gevaar. Want die theorie van dit ding is, ik bescherm jou en jij beschermt mij. Dus als ik het niet draag, ben ik asociaal. Asociaal. Toen we begonnen, keek ik naar een posting van Robbie Moroy. Een hele goede vriend van me. Hij is een discussie begonnen een paar dagen geleden. Hij zegt, Ruben, dat woord wat jij en Victoria Mopurgo en Cleo Jesteren hebben bedacht, want we hebben het bedacht, mond-neusbedekking, dat komt van ons. We hebben het met opzet geen bescherming genoemd. Er is geen Surinaams woord voor dat ding. Er is geen. Laten we een Surinaams woord bedenken. Dus Robbie heeft op Facebook een soort van een ding gezet van, hey, laten we een naam bedenken. En allerlei namen zijn binnengekomen, En vandaag wil ik dit nieuwe woord introduceren. Maar net zoals de Suriname, alles heeft een kleine jugu-jugu toch? Dus 2 woorden hebben de hoofdprijs gewonnen. 2. Maar 1 kan winnen. Dus het ene woord is mofo,
nosso crossi, mofo nosso crossi, en die andere is mofo nosso pani. Mofo nosso crossi of mofo nosso pani. Vertel je me, welke van die twee? Want vandaag nu gaat dit nieuwe Surinaamse woord worden geïntroduceerd in de wereld. Soort van. Als ik moet kiezen en dat Surinaamse element erin wil houden, dan denk ik dat pani meer past bij Suriname. En het wat zeg jij? Mofonoso Crossi of Mofonoso pani? Kevin, welkom. Hij zit in de controlekamer. Ja. Ik voel ook heel veel voor pani. Dus, Surinamers, we hebben er vandaag een nieuw woord bij. Mofonoso pani. Ik heb Carla de naam genoemd omdat ik met Carla ben gegaan om die stof te kopen. Mm-hmm. Het is geen reclame, maar ik ben gewoon daar gegaan. Iedereen kent die winkel bij Moussi Issa. En die flisseline erin is van Lucky Store. Dus jongen, die vorige minister van Volksgezondheid, Elias, hij is Libanees toch? En ik was adviseur, nog steeds ben ik adviseur van het ministerie. En hij zegt altijd, ik ben Arabier en jij bent Jood. En Arabieren en Joden die vechten, maar ik vind het prettig om met je te werken. Dus laatst zei ik ben dat ding gaan kopen bij Moussi. Is er lukkig zo? Want juice I go buy in een Libanese winkel. En dat is het mooie van Suriname, toch? Het mooie van Suriname is, we hebben elkaar nodig. En we gaan prettig met elkaar om. Dus ik ben die stof gaan kopen met Carla Boetjes. We hebben ook een videootje gemaakt. Die video is hier vertoond en zo. En een van de werkplekken waar ik dus die informatie geef, ik luister naar de mensen, die heeft heel mooi die mofo nosso pani gegeven aan alle werknemers. Kijk zo mooi. En ze hebben me gevraagd om een postertje te maken voor het juiste gebruik. Dit postertje ga ik dan ook vanaf vandaag op mijn Facebook zetten. En ik hoop dat asa e panya, dat het inderdaad het nieuwe Surinaamse woord wordt. Mijn grote vriend, geweldige kunstenaar Ridaal, die heeft een schilderij voor mij gemaakt. Dat is inderdaad ook een vrouw die een mofonoso pani aan heeft. En is corona, panya, pani. Dus we gaan op de Surinaamse tour. Okay. Dit ding beschermt je niet, je beschermt anderen. Andere. En jij beschermt mij. Oké, dat is heel erg belangrijk, dat blijft zo. We hebben nog 2 minuten. Heel kort wil ik nog 2 dingen bespreken. 1 is, de maatregelen van de overheid zijn heel duidelijk. Physical distancing bewaren. Dat is een nieuw woord, hè? Ja. Is ook een nieuw woord. Nieuw woord. Nee, maar... Hij noemt het anders. Maar goed. Onze president noemt het de COVID-afstand. Oké, de COVID-afstand. Hé, ik was zo blij daarmee. Want social distancing klinkt niet vriendelijk. Ja. Onze president heeft ook een nieuw woord gecreëerd. De COVID-afstand. Okay. En dat is 1,5 tot 2 meter. Oké, de COVID-afstand is heel belangrijk binnen de maatregelen. Het dragen van een mofonoso pani, dat zal ik nu zeggen. En natuurlijk het samenscholingsverbod tot maximaal 5 personen. En dan als ik door de straat van Paramaribo rijd, sport is mijn ding, dan zie ik op een heleboel sportveldjes, die kleine kunstgrasvelden, basketbal, outdoorvelden, zie ik 10, 20, 30, soms 50 jongens bij elkaar. Dat ding is niet duidelijk. Dat ding is niet duidelijk. Ja, precies. Wat betekent dat heel kort, Ruben? 5 mensen? Wat betekent dat? Ik weet het niet. Ja. Er moet iemand komen. Mm-hmm. Ik moet voorzichtig zijn, anders gaan jullie me ook zeggen, ik mag niet meer hier komen. Maar ik ga toch zeggen, je kan niet met die bradi van je mond zeggen, communicatie gaat voorop staan. Mm-hmm. Jongen, ik moet voorzichtig zijn. En dan heb je geen communicatie. Je kan niet zeggen 5 mensen en dan leg je niet uit. Is het 5 mensen hier? Is het 5 mensen daar? Is het 5 mensen over 20 vierkante meter? Je moet duidelijk zijn. De communicatie van het COVID management team, of het heet nu anders, outbreak management team, door wie het ook georchestreerd wordt. Het is verschrikkelijk belangrijk dat er goede communicatie komt. Blub, 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 communicatie is niet goed. Duidelijkheid is het allerbelangrijkste bij communicatie. Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met samenscholing van 5 mensen. En als ik zeg, ik was gisteren ergens op een, bij een buitenbasketbalveld.
Dat is niet zo groot met 10 man erop die over en weer rennen, heel dicht bij elkaar zijn. Zou je zeggen dat dat een overtreding is? Ik heb niks te zeggen. De president heeft gezegd, contactsporten voorlopig niet. Als ik alleen ga zwemmen, en dat doe ik. Als ik alleen ga lopen met mijn vriend, en dat doe ik. Als ik alleen ga... Ik kan niet alleen tennissen, maar als je gaat tennissen heb je grote afstand. Ja. Maar alle sporten, die leuke sporten waar je zweet en je duwt en je spuugt en je ademt in en je ademt uit, volleybal, basketbal, kickboksen, judo, thaiboksen, al die dingen waarbij er contact is, die zijn echt gevaarlijk. Ja. Dus dat ding van 5 mensen of 10 mensen op een volleybalveld of een basketbalveld of een voetbalveld, het is een no-no. De president heeft 11 of 12 maatregelen afgekondigd. Mensen zeggen, waar u bent, maar die president heeft ons niks nieuws gezegd. Ik zeg, gelukkig niet. Want die dingen die hij gezegd heeft, zijn de dingen die wij al wisten. Stel je voor, de president was met nieuwe dingen gekomen. Daar zou ik me erg veel zorgen maken. Mm-hmm. Hij heeft precies genoemd wat belangrijk is en wat belangrijk blijft. En contactsporten. Je bent een sportman, jarenlang sportverslaggever geweest. Contactsporten even niet. En tenslotte, 30 seconden hier voor Ruben. Wat is in deze fase van, als je naar de curve kijkt, gaat die omhoog. Wat is in deze fase de grootste uitdaging? Je hebt 30 seconden daarvoor. Je weet, ik noem dit maar tv-zeep. Mm-hmm. Handen wassen, niks nieuws. Als je geen zeep bij de hand hebt en water, hand sanitizer. COVID-afstand. President, COVID-afstand en heel erg belangrijk, natuurlijk, wat is die derde? Afstand, die mondneusbedekking. Consequent, sociaal. Het, is een het klinkt vreemd, maar als je het niet draagt, ben je asociaal, want dan breng je andere mensen in gevaar. Thank you, Ruben. We kunnen dagen doorpraten, denk ik, maar goed, we zijn gewoon aan tijd. Belangrijk die informatie, bedankt daarvoor. En we hebben een nieuw woord. Thanks. En we zien je zeker terug. Nou, dat was Ruben Del Prado die erover gesproken heeft. En we blijven het benadrukken. Het zijn inderdaad geen nieuwe dingen. Maar de eigen verantwoordelijkheid wordt super, super belangrijk. En het sociaal gevoel, want het is gewoon zo. Door het dragen hiervan bescherm ik u. En als u dat ook draagt, dan beschermt u mij. Laten we sociaal zijn, laten we anderen denken. En laten we ervoor zorgen dat die curve in elk geval niet meer gaat stijgen, dat hij of stabiel blijft of dat hij omlaag gaat. Dat is het beste dat we willen. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Goeiedag.